Omhoog en de start is gevallen onderweg. En het is na de start Emma Sjoerdsma die met Spotty de leiding neemt. Met op de tweede plaats Tara Schermer met Sjaak. En daar komt aan de buitenzijde Noortjan Kartal. En die gaat proberen de leiding over te nemen. Louise Kanters met Wammers ligt op de vierde plaats aan de buitenzijde. Van Quinten van Inge met zijn Chief One. En achter deze paarden komt dan aan de buitenzijde naar voren. Jana van den Burg met de witte bliksem. Mila Vossel ligt er aardig bij in die kleuren van de opa Jan Stins op de zevende de plaats met haar lichthoevend Spolly. We hebben een hele mooie compacte formatie op weg naar de laatste bocht. En rond de nooddorpbocht is het aan kop van het veld nog altijd die Emma Sjoerdsma met Spotty die het heft in handen heeft. Heeft ook een geweldige kans te pakken. Maar kijk in de start van het veld. Daar komt Nicky Obermeijer met Twinkeltje in het buitenste spoor naar voren. En ook die Kevin van der Linden met zijn Dayton heeft inmiddels de aansluiting weten te vinden bij het peloton. Paardjes komen dan in de laatste rechte lijn zo dadelijk. En het is Twinkeltje die heel hard gaat. Het is ook aan de wijde buitenzijde. Kevin van der Linden die heel hard gaat. En als je ze zo ziet komen, dan kan je je zo voorstellen dat Emma Sjoerdsma er nooit gerust op kan zijn aan kop van het veld met een Spotty. Veld waaiert het heen over de volledige breedte van de Duinigpiste. En het is Twinkeltje die met elke stap dichterbij komt. Maar kijk ook helemaal aan de buitenzijde naar Kevin van der Linden met zijn Dayton. Die komt met grote stappen in de achtervolging. 9 galop, 9. En het is in de laatste rechte lijn Twinkeltje die een geweldige aanval zo dadelijk gaat krijgen. Aan de buitenzijde van opkomende Dayton. Dayton gaat hele grote zaken doen in de strijd om het Trotter Future League klassement. Want hij neemt hier de leiding over in de schaduw van de finish. Kevin van der Linden met Dayton. Geweldige winnaars van de Mini Trotter Schoudersweep. Twinkeltje dapper gestreden. Kijk eens even naar die Bjorn van der Blonk. Hij gaat elke week beter rijden. En hij pakt een prachtige derde plaats met zijn nummer 11. En dat is Bjorn van der Blonk met Petra. En daarachter dan Dylan van Toor. Hij gaat op het podium komen. En dat geldt ook voor Emma Sjoerdsma. Die super gestreden heeft van kop af. Maar er stond geen maat vandaag op Kevin van der Linden en Dayton. Zij winnen de Van der Linden Auto's Mini Gouden Zweep.